welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. Hallo, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. En ook deze week staat er weer één beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen centraal. Het lied dat deze week centraal staat is mijn boek. Maak een reis door de tijd in een luchtballon. Word een cowboy in Amerika. Vinden jullie het ook zo fijn om in een boek te verdwijnen, om grote avonturen te beleven en alles om je heen te vergeten? Nou, ik wel hoor. Iemand die bekend is van tv, maar zodra het maar eventjes kan in een hoekje verdwijnt om een boek te lezen, is Zapp Live-presentator Klaas van Kruistum. Klaas vindt lezen heel belangrijk. Zo heeft hij voorgelezen aan kinderen tijdens de taalweken. En op deze manier probeert hij zoveel mogelijk kids aan het lezen te krijgen. De speciale reporters Lotus en Yunus zijn op bezoek geweest bij Klaas. En ik vraag me wel af hoe dat was. Moes, kom er eens even bij. Yunus. Lotus, jij bent een meisje. Hoe was het nou om Klaas in het echt een keer te zien? Hij is gewoon aardig. Ja. En hij houdt dus heel erg van lezen. En hij was veel groter dan ik dacht. Nu houdt Klaas heel erg van lezen. En jij? Nou, ik hou ook wel heel veel van lezen. Vooral van dit boek. Wat is het voor boek? Laat eens even zien. Het geheim van Kerstmis van Jornio Stilton. En jij? Hou jij ook van lezen? Ja, ik hou vooral van hele spannende boeken waar je meteen in door wilt lezen. Laten we snel kijken naar jullie filmpje bij Klaas van Kruistum. Klaas, waar ben je nou? Klaas! Ah, hier, Klaas. Hey. Klaas. We zochten je. Ja. We hadden nog wat vragen aan. Ja, ik was een beetje aan het lezen, sorry. Maar je hebt dus 4 dochters, hè? Uh-huh. Heb je dan zelf nog wat tijd om te lezen? Meestal lees ik net voordat ik ga slapen. Dat is wel relaxed. Gewoon lekker even een momentje. Ja, want dan liggen we kinderen in bed. Exact, dan ga ik gewoon even zelf lezen. Lees je je dochters nog wel eens voor? Ja, bijna elke avond lees ik wel een verhaaltje voor. Als er dan een beer in het verhaal zit, dan ben ik ook echt een beer. Maar Klaas, wat is dan je lievelingsboek? Momenteel dit boek. Ik ben Pelgrim heet het. Jij doet natuurlijk elke zaterdag Zapp Live. Maar wat is nou de leukste uitzending? We hebben eens keer iemand hier gehad en die ging uitleggen over een klein satellietje. Die ging een landing maken op een komeet. Nou, dat vond ik wel echt heel gaaf. Maar Klaas, is het dan niet tijd voor Zapp Live? Oké, weg jullie. Ik trek gewoon nog een keer. Zie zo, ja? Hé, hey, moet hierheen. Oh. En we gaan even met het publiek en met iedereen eventjes, ga je mij even helpen, jullie met z'n tweetjes. Toch om even een beetje even ochtendgymnastiek te gaan doen. Ja. Oké, okay. Jullie doen even wel lekker mee met z'n allen. Hey. Zo, hoe vonden jullie het? Leuk. Nou, leuk. Wat vind jij leuker, tv of lezen? Lezen hoort voor mij echt bij lekker relaxen en ontspannen. Ja. En televisie, dat is gewoon heel erg opletten. Ja, ik vind dit wel heel leuk om te doen hoor, televisie maken. Ja. Waar lees je eigenlijk het liefst? Favoriete plekje is toch wel op de bank hoor. Ja. Ja. Zou je zelf nog wel eens een boek willen schrijven? Weet je dat ik daar van de week over na zat te denken? Ik weet alleen niet of ik genoeg geduld heb, want als je echt een boek schrijft... Ja. Ja, dat doe je heel lang over natuurlijk. We zagen jou net in de studio en we wouden vragen of jij ook wou meedoen met ons. Wacht even, ik met jullie? Ja. Maar wat dan? We laten het wel even zien, kijk maar. Moet ik dit doen? Ja. Maar dat kan ik helemaal niet. Maar daar helpen jullie wel mee. Ja? Ja. Oh, maar dat moet echt hè? Ja. Ik ga de uitdaging gewoon aan. Wel helpen hè? Ja. Ik heb me ontzettend slecht voorbereid. Maar ik ga gewoon heel erg goed mijn best doen zometeen en dan valt dat helemaal niet. Denk ik. Je komt zingen. Ik kom oefenen bij je. Ik wil eerst wat oefeningen met je doen, zodat we de stem een beetje opwarmen. Zie zo, zie zo, zie zo, zie zo, zie zo, zie zo, zie. Ik denk dat het couplet het moeilijkste is. Qua timing en ook qua hoogte om in te zetten. Refrein, dat wordt een feestje. Maak een reis door de tijd in een luchtballon. Melodietje moet volgens mij wel lukken. Maar ik ben een beetje verkouden, zoals je hoort.
Dus ik maak een reis door de tijd. Dat gevoel wordt het een beetje. Ga op kruistocht in Spijkerbroek. Hij denkt zelf dat hij niet zo heel goed kan zingen, maar hij kan eigenlijk best wel goed zingen. Hij is een van de weinigen die het hele nummer gewoon geleerd heeft. Dus het is hartstikke goed. Dan zit ik in mijn boek. Hoi. Hoi. Je bent van de afdeling dans? Dans, ja. Dus nu moet je eraan geloven. Nou, laat maar zien wat de bedoeling is. Je loopt eerst gewoon op je plek. Dus dat is zo. Kijk, dat komt al goed, toch? Ja. Dan krijg je een cowboy. Word een cowboy in Amerika. Zo, die string, Judy Kelly. Hartstikke idee. Hier staan, daar doen, boek omhoog. Bats, bats, bats. Maar het helpt wel. Spijk en niemand die mij ziet. Klaas heeft moves, maar Klaas gelooft niet in zijn moves. Dus daar werkt nog even wat oefening. Is wel fijn. Maar ik denk dat het goed komt uiteindelijk. En de wereld lijkt zo klein. Wat een cowboy in Amerika. Zijn niet zink. Als iemand mij ooit zoekt. Ik heb dus iets gehoord. En dat is eigenlijk al een rijmpje. Maar Klaas van Zep Live heeft dus de tekst van het liedje in zijn boek geplakt. Kom even checken. Heb jij nou stiekem de tekst in het boek? Ja, echt wel. Maar dan dansen. Ja, dat dansen is echt een ding. Maar die gasten zijn zo goed. Dat helpt mij ontzettend. Ik beweeg ook. En dan lijkt het ook op dansen. Dus dat is een beetje de truc. Nou, nog even repeteren dan. Ja, oké. Okay. Laatste 5 minuten, jongens. Come on. Tot zo. Ja, Klaasie. Heb je het gezien? Ja, ze zitten er al klaar voor. En wat gaat er nu door je buikje? Nou, wel een beetje zenuwen natuurlijk. Ik bedoel, ik vind het een heel leuk liedje. Het past ook wel echt bij me. Ja. Maar om dat nou zelf te gaan zingen en dan ook te gaan dansen, dat is best een uitdaging. Nu weet ik dat jij net in de repetitie, had jij nog een soort speakbrief? Ja, mag ik even controleren of dat er nog in zit? Ja. Zit het er nog in? Kijk nou, hij heeft gewoon nog steeds een speak... Dat is toch handig? Dat speakbrief is niet van mij. Zo, ik wens je heel veel succes. Hier zijn de kids van Kinderen voor Kinderen samen met Klaas van Kruistum en mijn boek... Zoveel plekken waar ik nooit ben geweest. En zoveel avonturen die ik nooit heb beleefd. Maar als ik dan uit school kom en de wereld lijkt zo klein, dan kruip ik in mijn boek en kan dan even iemand anders zijn. Ik maak een reis door de tijd in een luchtbaan. Lotus, kom erbij. Klaasie. High five. Wow. Wat vonden we van Klaas? Ah, ik vond het echt super leuk om te doen. Het was best wel spannend, maar met die gasten hier ging het echt super. Dus tof. Eventjes weer de kritische jury. Hè? Younous, wat vonden we ervan? Als ik eerlijk mag zijn, 7,9. Wat kan hij nog beter doen? Misschien nog ietsjes meer de tekst uit je hoofd. Klaasie? Ja, nou ja, het heeft wel gelijk. Want... Kids van Kinderen voor Kinderen. Vonden wij Klaas het goed doen? Ja! Ja! Applausje voor Klaas! Volgende week natuurlijk weer een nieuwe Kinderen voor Kinderen pakt uit met Dolores Lewin. Moet ik ook zingen? Ja. Ik ga het wel doen, ik vind het dood. Okay. En jou zie ik volgende week weer bij Kinderen voor Kinderen pakt uit. Tot dan! Doei! Download Springsprong nu gratis in de App Store.